jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben jullie weer een live Modern Warfare 3 commentary. En vandaag is het op, weet je, is het weer Parish. Oh ja, ik vind het zo verschrikkelijk, maar waarschijnlijk echt de ergste, what the fuck. Waarschijnlijk de ergste COD map die er is. In mijn, voor mijn mening zeg maar, hè, wat ik vind. Jullie kunnen er anders over denken, dat maakt niet uit, maar dat vind ik. Dus niet dat ik dat kan mijn haat krijg, maar ik vind het verschrikkelijk. En hoe die kerel net al eens voor mijn neus stond, nou ja, waarschijnlijk is de vlag niet gecapt, heel leuk. Ik had hem wel, met een beetje geluk. Je hebt ook speel met de ACR, de reden van is, lekker tryhard. En ik heb dat wel nodig op het moment. Iedereen speelt altijd tryhard in het spel. 9 van de 10 mensen spelen altijd met hetzelfde wapen. Het is een ACR of een MP7. Zelf heb ik het eigenlijk nooit echt gedaan, heel veel. En daar ligt een doekje, lekker te campen. Maar in ieder geval, aangezien ik nou de laatste tijd zo aandacht heb gespeeld en ik probeer weer een beetje in te komen, is het makkelijkst om even met goede wapens te spelen. En pak dus even de ACR erbij. De kerel zit hier ook maar een beetje te wachten. En ik ga dood. Oh, dankjewel, teammate. GG, Ghost. Ghost, stond er, hè? Ja, met een 5. Ja, oké, Ghost 5. Laatste even 5. Met een beetje geluk heb ik het allemaal overleefd, maar ik ga nou toch dood, maar niet uit. Ah, dammit. Dammit! Ik weet niet waar ik hierheen moet, want ze spawnen hier overal om je heen. Dat is echt niet grappig. Ze liggen in elk hoekje. Zie je? Ik heb, wacht, MP7. Ik zet de max, MP7. Dit ding laden. Ik heb dan eigenlijk om naar B toe te gaan, maar dat is echt gewoon... Ja, dat is niet normaal, jongen. Zoveel granaat en shit wat hier allemaal vliegt. Komt tevoorschijn. Die mensen komen nooit aan het hoekje. Oh, ik denk het... Een grenade launcher, wat zeg ik? Hij heeft RPG. Wauw, dat merk je echt aan de mensen in Modern Warfare. Die hebben altijd van die pussy dingen. Altijd grenade launchers, RPG's, allemaal campen. Ik bedoel, dat gebeurt ook in Black Ops sowieso. Maar ik heb het idee dat in Modern Warfare serie altijd meer is dan in de Black Ops serie, zeg maar. Of ja, ik moet eigenlijk zeggen Treyarch versus Infinity Ward of Activision. Die dingen had ik ook al door elkaar. Oh, er stond geen naam bij. Lul. Pas op, die moet sowieso iemand vandaan komen. Whoop, close enough. Dit gaat nooit goed. Ik ga even terugtrekken. Ik sta 12 om 0. En ik heb eigenlijk het idee dat ik nog helemaal geen inspanning heb gedaan. Er komt erin met de shotgun aan. Oh, geen shotgun. Ik hoorde een shotgun. Sowieso. Oh shit, trouwens, mijn geluid staat verrekt hard. Sorry jongens voor de echo. Ik denk er nou ineens aan. Mijn geluid staat te hard voor het recorden live. Dan horen jullie altijd een heel irritante echo waarschijnlijk. Probeer ik weg te synchroniseren. Dus echt precies gelijk laten lopen dat je die echo niet kunt horen. Maar nee. Oh god, zo geluk. Maar het probleem is, bijvoorbeeld granaten. Die explosies die klinken nogal lomp bij mij. Omdat ik dus subwoofer heb en alles. Dus dat klinkt net iets anders als de game sound zelf. Als je snapt wat ik bedoel. Ik sta 16 op 0, dus ik heb eigenlijk geen zin om naar beter te gaan. En al die granaten en dingen die helpen ook niet echt. Wel hier, ik zei het ook dat er mensen waren met shotguns. Ik wil al doorlopen, maar sowieso met een vriend erbij. En dus is hij, met zijn EMS in zijn clan tag. EMS is toch volgens mij voor tuning. Hoep, weg hier. Pas op, hè. Ik kan niet helpen. Hè, dat ik dood ga als ik er sta. Oh lol, ik loop maar weg. Sorry. Dat is niet de bedoeling. 19 om 0. Ik moet er eigenlijk een mope of no-op van maken, want het is gewoon een live commentary. Maar er zijn eigenlijk alle mope of no-ops, dus het zou dit keer nog best een mope kunnen worden. Het staat 20 om 0. Ik zat net altijd daar en dat kwam gewoon. Dan stond ik gewoon perfect. Daar ging het echt goed. Lekker rustig en dat heb ik wel even nodig, gewoon rustig het spel leren kennen weer. Ja, dat gaan we niet doen, shotguns. Die shotguns in het spel zijn veel te goed. Komt tevoorschijn, jij rat. Zie je, die dingen zijn veel te goed. Woe, dat was close enough. Oké, nog eentje, dat moet toch lukken? Come on. Woehoe! Moab, eindelijk. Oh, dat gevoel dat ik weer een keertje Moab je haal in het spel. Oké, dat is tactic, maar ik haat deze map zo erg met mijn leven, jongens. Echt verschrikkelijke map. En nou ga ik wel meer lopen natuurlijk, maar het was even, ik zat op streak, ja. Dan ben je gewoon gek als je dan als een maloot rond te rennen. Want zelfs als ik dit nou bijvoorbeeld overleef, overleef je bijvoorbeeld niet als je op een streak zit.
En dan bedoel ik op een mob streak. Want ik heb hem nou in mijn zak zitten. Ik heb hem gehaald. Dus dan maakt het me niet meer uit, weet je wel. Dan maakt het niet als ik dood ga. Dan ga ik meestal ook niet dood. Ja, wel als ik misschiet. Dan ga je wel dood. Hey, Crazy Razor, wat leuk. Ken ik niet, maar... De naam Crazy Razor, wat leuk. Kerel heeft fight ook alles. Ik stond bijna 30 mil. Had ik eigenlijk al geren gehad. Had ik eigenlijk een nuclear gehad. Maar ja. Oh shit. Losing C. Boom, boom. Juist. Ik zit te denken om die mob in te callen. Dat hoeft eigenlijk nergens voor. Anders wordt het allemaal zo donker. Dat is eigenlijk de reden om heel veel mensen geen mobs in te callen. Dan wordt de map donker en dan zie je niks meer. Voor mensen die eraan hebben zitten denken. En ik fucking wist dat er iemand zou komen. Ik zat te kijken van ja, ik ga niet staan te aimen. Want ja, nergens voor nodig. Wat ik wel moet doen. Serieus? Ik kreeg geen hits. Ja, oké, ik zag ze allebei liggen. Dat is wel heel bad. Maar die kerel, ik kreeg geen hits ofzo. Ik schud op zich nog redelijk raak. Dat ik gewoon... Oké, EMP is toch echt... Shit, die dingen duren lang. Whoops. Ik dacht even dat de Moab een EMP neerhaalde, maar het was andersom. Oh, leuk spawn. Een EMP haalt een Moab neer. Ik ga ze gewoon naaien. Fuck them. Bah! Oh ja, ik heb natuurlijk die perks. Ik denk al, die EMP is al weg. Ik vond het al zo gek. Klopt, ja. Bepaalde perks die counteren die EMP. Ik weet niet meer wat het allemaal is. Allemaal vergeten door de jaren heen. Hup. Hij kan niet liggen. Ik ben dood, dacht ik al. Dat is typisch, hè. Dan gaat hij net hier op die fontein liggen glitch hier. En dan kan ik net niet zitten hier. Leuk. Waarom hipfighten alles? Wauw, dit is echt bad. Ik schoot echt veel mis. Extended Max ACR en dan nog zo scheef schieten. Best wel bad. Damn you! Zo. Hoeveel kills zal ik krijgen? Ik denk niet echt veel, want ik heb best wel afgeschoten. 2. En ik heb een 2 bar. Zie dit? Nou weer 3. Pas op, pas op. Ik denk dat ze lekker in mijn rug komen. Sowieso voor me, dat had ik al gezien op de UV, maar die zijn dood. B-cap is riskant, maar we moeten hem wel hebben. Er lopen altijd mensen. Je kunt best altijd maar gewoon schieten. Zeker als je silence wapen hebt, dan maakt het eigenlijk in principe toch niet uit als je zat ammo hebt. Wat voor streak is het eigenlijk? 4, 5, 6, 7. Oh, dood. Of niet. Specialist. Ach, dat is meer als ik had verwacht. En ik ben al dood. Ja, dat is altijd zo leuk aan die wapens allemaal. Wedden dat hij niet aimt? Wat is dit? Je aimt en je ziet iemand en dan stop je met aimen. Dat is zo grappig. Maar ja. Ik kan niet blijven. Sommige mensen schrikken ervan. Dat heb ik ook al zoiets. Stik jij. Nope. Oh crap, oh crap. Oh, die is van ons. Ik dacht even dat een enemy was. Ik gooi hier een ding neer. 645. Ligt een camper. Schiet iemand mis. In dit spel is het leuker om veel mensen af te schieten. Het is ook makkelijker om veel mensen af te schieten dan in Black Ops. Maar ze zo snel doodgaan. En dat je hier Extended Max ACR hebt. Don't you dare. Dat dacht ik. Ik denk al, als hij mij nou killt, hè, ik blijf gewoon wachten, want ik ben iemand die dan op afloopt. En dan ga ik dood. Yep, en ik ga alsnog dood. Spawnde jij daar? Ja, iedereen speelt natuurlijk met Assassin Blinder. Dan moet ik even in mijn kop planten, want echt altijd ga ik door de dood en denk, oh ja, tuurlijk, die UV is bullshit, want iedereen speelt met Assassin. Maar dat vergeet ik constant. Sterren, klootzak. Klootzak. En ik ben dood in mijn rug, niet in mijn rug. En alsnog in mijn rug. Niet in mijn rug. Nou dan. Nee. Oh crap. Oh crap. Ik denk dat iemand in mijn rug zit. 57. 6. Ik wil eigenlijk 60 kills. Gewoon voor mijn eigen eer. Yep. Yeah. Mission accomplished. Ah, er lag er een op de grond te campen. Oh nee. Er lag er. Oh, ik dacht serieus. Ja, hij lag daar wel, ik denk al, hè.
Die had ik zelf afgeschoten. Dat is het leukste van heel het spel. Ik schiet iemand af. Die spant een meter verder. Ik ga op de grond liggen en knal me af. Oké, dat was een late hit. Zag je dat? Ik was lang gestopt met schieten en hij ging dood. Pas op, pas op, pas op, pas op. Oh, damn you. Gaan we de CT kills. Lukt dat? Lukt dat? Nee, dat lukt niet meer. Potje aflopen. 65. Misschien. Misschien. Yeah. Nee, gaat ook niet kapot. 65 kills. Ah, ik ga nog even dood voor het einde. Nee. Nee. Oh, dat was... Was dat nou gespawnd? Heet die tech insert. Fuck dat. 65-8. Live commentary. Ik heb mijn mob gehaald. Het begin was een beetje... Nee, ik noem het niet campen. Want ik zat niet in een hoekje te wachten. Ik zat gewoon heel... Dan moet ik eigenlijk zeggen, heel het A-gebied zat ik helemaal te domineren. En dat is best slim. En zeker in een map als deze, een kleine map. Ik heb een 2-bar wisselval met 3. Dus dat is ook natuurlijk iets waar je in de gedachte moet houden. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Ik denk, ja, keertje weer Modern Warfare 3. Black Ops is op het moment nog steeds een beetje raar bij mij qua connectie. Toch een 4-bar. Maar toch speelt alsof ik een 2-bar heb. En hier heb ik een 2-bar. En ik heb er eigenlijk niet heel veel last van. Dus ik snap het niet helemaal. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb die map sowieso nog nooit geüpload. Want ik vind het de meest verschrikkelijke map in Call of Duty Parish. Maar ja, ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. En dan spreek ik jullie waarschijnlijk morgen weer. Dus tot dan en houden we.